je tong. Oog dicht. Joost mag het weten. Hoi Joost. Zoals je weet is het binnenkort Valentijnsdag, maar ik ben echt enorm verkouden. Mijn vraag is dus of mijn verkoudheid besmettelijk is als ik met mijn date zou zoenen. Laura, superleuke vraag. Ik ben hier nu 1 dag voor Valentijnsdag in Micropia in Amsterdam. Ik heb een afspraak met de microbioloog Jasper en hij kan je alles vertellen over tongzoenen en verkoudheid. En of het nu eigenlijk schadelijk voor je is. Hier is de man die ik moet hebben. Hoi, goedemorgen. Jasper, goedemorgen. Jij bent microbioloog. Ja, dat klopt. Wat is dat? Dat is eigenlijk een bioloog die naar het onzichtbaar kleine kijkt. Bacteriën, schimmels, virussen, dat soort zaken. Ik denk dat wel 99% van de natuur op aarde onzichtbaar klein is. Hey, het heerst wel een beetje verkoudheid, ziekte, griepje en Valentijnsdag komt er morgen aan. Dus ja, we gaan toch maar eens even onderzoeken hoe schadelijk het nu eigenlijk is om te tongzoenen op Valentijnsdag. Ja, heel leuk onderwerp en daar ga ik je wat meer over laten zien. Kom mee. Okay. Wat hebben we hier? Ja, dit is onze kissometer. De kissometer. De kissometer, ja. En dat is eigenlijk een opstelling bij ons in Micropia waar je samen kunt zoenen en ontdekken wat je dan uitwisselt. Want waarom tongzoenen we eigenlijk? Ja, dat is een hele interessante vraag. Daar zijn we het eigenlijk ook nog niet over eens. Er zijn waarschijnlijk wel 50 verschillende theorieën die zeggen dat wij, waarom wij tongzoenen. Waarschijnlijk is het ooit ontstaan doordat moeder dieren zeg maar hun jongen via de mond voeden, zoals je bij vogels nog steeds doet. Ja. Maar eigenlijk in 99% van de cultuur op aarde zie je wel een vorm van tongzoenen. Laten we de kissometer een keer doen. Het eindresultaat. Spetterende zoen. Ja, goed, die tong ook. Dan gaan we nu kijk. Mooi terugzien. Oh god. Ja, die techniek zit wel goed bij jou. De techniek is oké. Dus techniek is okay. Dat ongeacht je bacteriën, dat volgens mij wel goed mag. Oké, denk ik hoor. Oké, en wat gaan we nu zien? Je hebt dus nu 100 miljoen bacteriën. 100 miljoen. Ja. En we hebben dus ook gevonden dat stelletjes, dat die, ja, dat noemen we dan de mondmicrobiota, heel moeilijk woord, maar eigenlijk die diversiteit aan bacteriën in je mond, dat die hoe langer je bij elkaar bent, hoe meer op elkaar gaat lijken. Deels door het zoenen, maar natuurlijk ook omdat je hetzelfde dieet hebt, hetzelfde tandpasta bijvoorbeeld. Word je daardoor ook dan minder snel ziek? Nou ja, dat is dus maar een beetje de vraag, want je krijgt dan wel steeds dezelfde bacteriën binnen, dus die hele uitdaging en die diversiteitsvoordelen, die heb je dan misschien niet zoveel meer. Dus ja, misschien is er ook wel wat voor te zeggen om dus juist wel zoveel mogelijk verschillende partners te zoeken. Hey, maar Jasper, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe mijn eigen speeksel eruit ziet. Kunnen we dat even onderzoeken? Is dat mogelijk? Ja? Gaan we gewoon op een plaatje spugen en dan gaan we kijken. Petrischaaltje heet dat toch? Of heet dit is een objectglaasje. Oh, objectglaasje. Maar als jij een petrischaaltje wil spugen. Nee, ik heb ooit biologie gehad op de middelbare school. Dat is het enige wat ik heb onthouden. Dus ik dacht, een petrischaaltje, doe even vakjargon. Ik denk, ik doe even mee. Maar oké. We moeten naar het lab. Professor Jas. Oh, wat tof. Netjes. Kijk. Oh, toch nieuwsgierig hoe mijn mond eruit ziet. En of ik wellicht enge ziektes heb die ik over kan dragen. Ja, dit ben ik. Ik moet even spugen op een glaasje. Ja, precies. Zoiets? Ja, dat vind ik een hele mooie. Dan gaat er een klein dik glaasje bovenop. En, zie je enge dingen? Ja, zat. Nee, dit is eigenlijk gewoon heel normaal. Ja, veel verschillende soorten bacteriën. Ja. Wat precies kun je niet zeggen, maar je ziet overal kleine bolletjes en kleine staafjes. Het zijn allemaal andere type bacteriën. Ja, en dat geeft dus eigenlijk aan dat een soort van Amazonewoud op zich is. Maar die 100 miljoen bacteriën uitwisselen in 10 seconden, dat kan toch niet gezond zijn dan? Nou, over het algemeen dus wel. Bij die 100 miljoen zitten soms ook wel virussen. Dus het kan heel goed dat je bijvoorbeeld een griepvirus overdraagt. Griepvirussen leven namelijk ook in je speeksel. Verkoudheid is weer net een beetje een ander verhaal. Die virussen die verkoudheid veroorzaken, die leven namelijk in het slijm, zeg maar, wat in je luchtwegen zit. En niet in je speeksel. Okay. Door te zoenen wissel je die niet zozeer uit. Ja, we gaan een beetje schil kijken van dit ding. Dus Laura, om antwoord te geven op je vraag. Is het verstandig om te tongzoenen op je eerste date als je een beetje verkouden bent? Het antwoord daarop kan best. Ja hoor. En waarschijnlijk is het voordeel veel groter. Verkouden word je er waarschijnlijk niet van. Als je maar zeker weet dat het een verkoudheid is. Griep geef je waarschijnlijk wel over. Maar daaromheen, tongzoenen heeft zoveel voordelen dat ik zou het me er zeker niet door laten tegenhouden. Nou Jasper, thanks. Ik vond het echt super interessant om een beetje te weten hoe het in elkaar zit. Fijn. Leuk dat je er was. Ja, en mocht je nu ook nog een vraag hebben voor Joost mag het weten, laat hem even achter in de reacties en dan beantwoord ik hem misschien wel volgende week woensdag. Q Music. You make us Q.